videokijkers van Shadowgames 23. Ik ben Ronald en vandaag heb ik voor jullie een nieuwe episode van Zoo Tycoon 2 de Durpzoo. En vandaag gaan wij een ijsbeer plaatsen. Dit hier is door 4 mensen aangevraagd. En dat is echt gewoon zo awesome dat gewoon 4 mensen gewoon één en dezelfde dier doen. En wel, dat geeft mij echt gewoon zoiets van wauw jongens. En gewoon de support onder deze serie is gewoon geweldig. De likes zijn geweldig, de views zijn geweldig. Gewoon, dit is echt gewoon een topserie. En ik ga er dus ook gewoon mee door. En ik weet niet hoe lang deze serie nog echt door zal gaan. Ik hoop dat ik op voor de zomervakantie af kan rollen. Dat ik op vakantie ga. Maar er komen er natuurlijk ook wel gewoon video's uit. Maar we zullen wel gewoon even zien. Maar goed, laten we maar eens even in de zoo gaan. Even kijken. Zo. Ik weet niet of het een hele lange aflevering zal worden. Ik wil nog wel even wat dingen doen aan wat pleintjes. En gewoon een beetje de zoo een beetje up-to-date houden. Dus wat ik ben benieuwd hoe lang dit gaat duren om het te laden. Oh mijn god, het gaat best wel snel. Oké. Schiet eens op jij. Ik wil Zoo Tycoon doen. Maar jongens, ik weet niet of ik echt gewoon meteen hierna alweer een nieuw seizoen van de Durpzoo ga doen. Begrijp ik niet verkeerd, ik vind de Durpzoo fantastisch. Maar om nou gewoon hierna weer een nieuwe serie te doen. Dat is wel een beetje, snap je, het is gewoon een beetje zo van, ja, maar je hebt er net één gedaan, waarom doe je er nou nog één? Dan kun je beter iets van een andere serie gaan doen. Ik zeg niet dat ik nooit meer Zoo Tycoon zal doen. Ik plaats even wat van die geldautomaatjes hoor. En bezoekers willen een toetje, wat kunnen ze krijgen? Non de ju. Al die toetjes van ze. Ik word er helemaal niet goed van. Even kijken, hier één. Dit zijn waarschijnlijk wat toetjes of zo, dat weet ik ook allemaal niet hoor. Goed, ijsbeer. Ah kijk, ijsbeer. Oké, daar kunnen we mooi dit hele stuk voor gebruiken. Hij is best groot. Even kijken, nou moeten we nog even. Jezus. Nou moeten we nog even iets van een mooi hek hebben. Oeh, dit is wel mooi. Omheining en toendra-stijl. Yes. Ik ben echt wel een beetje verkouden. Dus als mijn keel echt gewoon verkrekt is, dan spit me dat. Maar ik niks eraan te doen. Ik kan niet echt snapt. Dat vast ook wel. Even kijken zo. Zo gelord kan karkas van. Wat? Kan ik die verkopen? Ik kan hem verkopen voor €800. Oh my god, wat is dit voor fancy iets? Halleluja. What the fuck? Oh, hier. Halleluja. Wat verveel je daarnet? Wow, dit is echt wel chill. En waarom lag ik met 16 frames per second? What the fuck? Game, ga eens even fatsoenlijk doen. Hallo. Vinden we dit normaal of zo? Even kijken, waar was alles? Oké, hier is het. Oké, goed. Nou, eens even verder gaan. Boom. Oké, wel. Dit is een goed iets voor een ESP, denk ik wel. Kijk eens zo. Ik weet niet waar dit is, jongens. Ik word echt een beetje verkouden. Reuzelaar. Wat? Oké, waarom is die in een kooi geplaatst? Laat hem er eens uit. Wat heeft dat ding nou fout gedaan dan? Oh, er is een rustig gratiswijn bijgekomen. Oh, die moet ik even zien. Jezus. Verkouden hier zo. Even kijken. Gratiswijn. Oh, daar. Oh, ik zie hem al. Oh, wat schattig. Twee maar liefst. Holy shit. Oh, wat schattig. Oh, even poetsen. Oh, lek. Oh, schattig. Oh. Ja, heel leuk. Oké, zo. Goed, kan ik nu eindelijk hoefdier uitwerpselen. Oh my god. Wel. Ze hebben het allemaal wel druk hier. Bezoekers kunnen geen geldautomaat vinden. Er zijn hier maar liefst wel. Reuslui A2 heeft enorm dorst. Er is hier drinken en alles. Dat beest, dat zeurt. Ik kan de trog niet bereiken. Doe ik alles wel. Oké, zo dan. Hè? Hoefdier uitwerpselen. Ik snap niet waarom er allemaal. Oh mijn god. En weer lag. Waarom lag ik? Vinden ze het normaal of zo? Ik kan niet bij voeder pakken. Deze. Dan zit het in de weg. Even verkopen. Zo. Kan ik dan nu eindelijk verder met mijn ijsbeerverblijf. Wat een episode wat het. Even kijken.
Een gletsjer. Die wil ik hier wel in plaatsen. Vind ik wel leuk. Even kijken. Huizen. Huizen. Oké, zo'n poolgrot. Grote sneeuwgrot. Kan daar wel mooi. En dan doen we nog even een wat kleinere sneeuwgrot. Daar zo. Bomen hebben ze niet. Planten. Ik wil sowieso gewoon rotsen doen. Wacht. IJsberen willen ook zwemmen natuurlijk. Lijkt me logisch. Wauw. Bezoekers kunnen geen geldautomaat vinden. Ja, maar jongens, er is er toch echt een hoor. Wauw, dat is best wel... Wat? Are you fucking me? Druk je nou juist... Wauw. Oké. Okay. Goed zo. Nou, nu wat dieper water. Hier zo. Kunnen ze heel lekker zwemmen. Kijk. Helemaal mooi. Dan nog even zo. Kunnen ze er fatsoenlijk uit. Hetzelfde geldt voor dit. Kijk jongens, dit is toch gewoon... Het is gewoon wonderful. Planten. Wacht, eerst maar eens even eten neerleggen. Lijkt mij handig. Ik vind die gletsje eigenlijk helemaal niks, om eerlijk te zijn. Bezoekers kunnen geen geldautomaat. Jongens, er zijn hier gewoon geldautomaten. Niet zo zeiken. Ik ga er straks wat aan doen. Ik wil nou gewoon eerst hiermee bezig. Jezus. Oké. Okay. Prima. Eten genoeg, denk ik. Als je mij vraagt. Planten. Het moet echt ook wel wat tundra ogen, dus. Zo, het uitgestorven plant is ook altijd wel leuk, denk ik. Oké, zo planten hebben ze. Nog even wat speelgoed, wat prooipoppen. Oh, die zijn hier wel grappig. Bezoekers willen een toetje. Houd toch je bek dicht. Wat denken we daarvan? Jezus. Echt. Bezoekers kunnen geen geldautomaat vinden. Wel, nou dan ga ik er zomaar meteen wat aan doen, want ik ben hier helemaal zat mee. Oké. Okay. Zo, ik plaats liever 3 personeelsrangen. Hebben we daar in ieder geval geen afstand. Dan doe ik liever 2 personeelsleden. Anders kregen we daar nog meer gezeik over. Dan heb ik helemaal geen zin in. Ik zet ook wel even wat maintenance workers in. Of wat van die onderhoudsmedewerkers. Om het even mooi op zijn Nederlands te vertalen. Oké, nou. Bezoekers kunnen geen... Oké, hier is een geldautomaat. Daar is een geldautomaat. Even kijken, waar is nou geen geldautomaat? Oh ja, hier is geen geldautomaat. Logisch. Kan ik hier even een geldautomaat inzetten eventueel? Substraat maar. Oh, dat doe ik wel even. Ik wilde weer een ster bij. Ah, die panda's, schattig. Bezoekers kunnen geen geld maar. Hou je bek nou eens. Serieus. Oh, wacht. Hier is geen geld. Oh. Maar dan nog meer zijn bek gewoon houden. Dat hij gewoon lelijk is. Geldautomaat. Een reusluiaard 2, ja, weet je wat, die kant van mij, opdonderen. Kijk, die hebben nergens last van. Oké. Okay. Plaats ik nog even een vrouwtje bij. Wacht. Lodo 2 is gestorven of zo. Oh. Lodo 2 is gestorven van ouderdom. Oh. Oké. Okay. Moet even dit gaan bekijken, want die dodo's moeten ze natuurlijk nog wel voorplatten. Even kijken, oké, dit is een vrouwtje. Godverdorie. Oké, dit is een mannetje. Oh, dat is prima.
kan ik dan nu eindelijk gewoon terug naar hier voor mijn ijsbeer. Oh, oepsie doodles. Oké. Kan ik dan nu gewoon eindelijk eens die ijsbeer. Au, lag. Jezus. Mijn computer gaat dood. Help. Wauw. Oh. Leuk. Ijsbeer. Dood. Waarom lag ik zo? What the fuck is hier mis mee? Die frames per second. Oké, nou gaat het ietsjes beter. Kijk, hier kunnen ze zwemmen. Oei. Oh, wacht. Even kijken, ik heb nog wel wat. Kijk. Bolkabeljauw. Dat vinden ze dan lekker of zo. Oké, wel. Zorg ik kan uitwerpselen. Hé, hey, er is een ster bij gekomen. Oh. En waarom kunnen ze het voederplateau niet bereiken dan? Komen we verzorgingstekort of zo? Onderbezet. Jongens, het is niet zo moeilijk. Je kunt hier gewoon lopen en alles. Echt waar. Zo, ik ga wel even heel lief doen tegen alle dieren. Zo alles bijvullen, want kennelijk zijn de verzorgers zo dom dat ze het niet kunnen. GG. Verzorger Pieks. Yay! Ik heb er weer een ster bij. Zo, even bijvullen. Zo, dan zal ik dit ook allemaal maar even bijvullen. Het is allemaal bijgevuld, dus dat hoeft allemaal niet meer. Wat? Zag je dat in die tuinslang net? Lolcats. Oh, je bent een beetje smerig, zo te zien. Jee, zo, schoonmaken. Zo. Oké dan. Nou. We hebben er weer een... halve ster bij gekregen. Kijk, de bevers hebben een dam gebouwd, zie je dat? Kan ik verkopen, hè? Oh nee, ik niet. Maar zie je, dus je moet... De boom moet je weer heraanvullen en alles. Zodat ze kunnen blijven... blijven bouwen, zeg maar. Ze hebben dus allemaal zitten bouwen. En je moet ze ook gewoon weer takken geven, want die hebben ze allemaal gebruikt. Kijk, er liggen er nogal wat, maar dan lagen er eerst veel meer. Goed, ik wil nu graag... Van die keelverkoudheid af. Jezus. Ik wou zeggen, ik wou eigenlijk hier even de Margaret Freeman. God Freeman. Tududududu. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar dat is grappig. God Freeman. Niet Morgan Freeman, nee, maar Gordon Freeman. En dan gaat het zo van God Freeman. Tududududu. Dat is geniaal. Doneer aan mijn ijsberen die bijna zijn uitgestorven aan de poolsmeltzooi. Oh, wacht. Oh ja, ik heb er een. Heb ik die in toendrastel geplaatst? Fuck it, dan niet. Gaan we gewoon met de normale. Fine by me. Even kijken. Hebben we nog... Oh jee, pooloverkapping. Of in toendrastel, whatevs. Vindt alles leuk. Kijk, ik ben zes. Ik heb ijsbeertjes. Is leuk. Goed, Ik zal hem met verrekijkers neerzetten. Nu heb ik het lied van Gordon Freeman in mijn hoofd. Jezus. Oké. Nu heb ik ook een virus volwassen geworden. Geweldig. Boeit me niet. Het boeit me niet! Straks volgende in gaat e-leggen. Wel, ook best veel succes. Oké. Wel dan. Is dit een beetje redelijk? Even kijken. Volgens mij ziet alles er wel
prima uit. Gaan we nog even dit hier maken, zo. Zijn jullie de man nutteloos bezig geweest vandaag? Bezoekers willen dit. Hou je bek nou eens. Jongens, help mij. Hoe moet ik dat verhelpen? Want I don't understand this no more. Is het iets van dit of zo? Zijn dit toetjes? Ik weet het gewoon niet meer. Ik ga gewoon alle kruipjes plaatsen. Ik ben helemaal klaar mee. Ja. Ik moet ook ergens naar een restaurant of zo. Moet ook nog ergens. Oké, zo. Hier ligt een toilet. Zet ik meer even het toilet neer dan denk ik. Klein toilet of zo. Er zijn overal wel toiletten, dus daar krijg ik toch een gezeik meer over de laatste tijd. Dus dat boeit me dan niet zo heel veel meer. Sokker kan reuze uitwerken. Holy fuck, wat schijt dat. Dat komt van dat beest. Dat zat in dit. Right. Oh mijn god, dat is wel meer nodig dan een hark. Jezus. Ik zou volgens 6. Gaat de eieren liggen. Wel, die zijn wel lekker bezig vandaag, zeg. Oké, dan. Wel, ik was hier bezig, hè. Met plein. Oké. Juist, ja. Oké, wel, dan wil ik nog even wat van die andere kraampjes gaan plaatsen. Dit soort dingen. Want misschien speelt dit ook mee, ik weet het niet. Waarschijnlijk niet echt, maar ik ga het maar gewoon plaatsen. Nu weet ik maar nooit natuurlijk. Daar zet ik ook even een pinautomaat naast. Maar dat gezeik ook niet meer. Zo. En een entertainment ding, want ik ga entertainers inhuren, jawel. Gewoon twee van die emus. Wat maintenance workers. Wat... vuilnisbakken. Zo. Oké. Hey jongens, weet je wat? Het lijkt me eigenlijk wel leuk als ik hier nog iets van een... marine verblijf heb. Even kijken. Want ik heb nog maar één marine verblijf. Dus ik zal eens even gaan kijken. Wacht, dat staat hier wel. Marine Mania. Kijk, dus ja, kunnen jullie even naar deze dieren kiezen? We hebben nog een mantaroch, die lijkt mij wel cool. We hebben nog een gesculpte hamerhaai. We hebben nog een Caribische lamantijn, die lijkt mij wel cool. We hebben ook nog een narwal. Even kijken, een mannetje. Kijk, die heeft wel zo'n ding. Best chill. We hebben nog een koboldhaai, zwaardpuntrifhaai, een menshaai hebben we al. Walvishaai, schildpad, groene zeeschildpad, een orka... Kort flipper griente ding of zo. En een walrus. Walrus lijkt me ook wel. Ik heb het nooit gedaan. Zullen we in de volgende episode een walrus doen, jongens? Laat het even achter in de comments. Dus lijkt me wel enorm grappig dat we een soort walrus ding doen. Ik heb wel een leuk idee daarvoor. Dus, ja, walrus. Ik vind het wel cool eigenlijk. Oké. Eens even kijken, jongens. Weet je wat? Ik ga het hier gewoon bij laten. Laat gewoon even achter in de comments wat voor dier ik moet plaatsen. Ik wil wel graag een marine dier. We hebben ook nog deze. Een Marleen. En wel, geen zorgen, er zijn echt een paar mensen die zitten al de hele serie te zeuren van doe een Jaguar en doe een Lynx. Dat doen we dan in de episode daarop, want wel, dan wil ik gewoon even wel dat even voor jullie doen. Dus dat doe ik dan even gewoon in één episode, doe ik gewoon even twee verblijven voor jullie. Dus jongens, tot volgende keer. Bedankt voor het kijken allemaal. Ik bedank jullie dus voor het kijken. Abonneer, like en volg mij even op Twitter, @ShadowGames23. We hebben er weer een halve ster bij gekregen, dat is altijd nice. En wij jongens, dan zeg ik tot volgende keer. En later mensen, ik wil echt van die verkoudheid af. Jezus. Morgan Freeman. Gordon Freeman.